Ah, jupsen. Welkom terug bij Montreal Sport TV. Nike en Adidas lanceerden recent hun nieuwe voetbalschoenenpak. Adidas brengt het Cold-Blooded Pack. Hier zie je de nieuwe Predator. En Nike komt met het Fast as Fuck pak. Hier zie je de Magista. We gaan van start met de Adidas Predator. De Adidas Predator is een voetbalschoen die gemaakt is voor een speler die controle zoekt op het veld. Denk maar aan Ruud Vormer, onze gouden schoen, Paul Pogba, Mehmet Özil en Ivan Rakitic. De belangrijkste zaken die overhoop ik even graag met jullie, dat is de Control Bovenskin met het relief die ervoor zorgt dat je een optimaal balgevoel hebt. De voorgevormde hiel achteraan en de stretch sockfit die ervoor zorgt dat alles netjes aansluit aan de hiel en het ook makkelijk is om de schoen aan en uit te trekken. Een van de belangrijkste zaken aan de Predator is de iets zwaardere onderzool, de Control Frame genaamd, die dan weer zorgt voor optimale stabiliteit tijdens de bewegingen op het veld. We gaan verder met de X. De X, allemaal bekend bij de snelle spelers, aanvallers of flankspelers. Het belangrijkste hier aan de X is dat hij gemaakt is uit één bovenwerk, dus eigenlijk compleet bijna naaldvol is. De pure chaos heel, die zeer stevig is en ervoor zorgt dat de stabiliteit ook tijdens de snelle acties blijft. En uiteraard de welbekende sprint frame. Een heel dun, licht onderzool die de schoen eigenlijk licht maakt en waardoor dat de aanvaller nog sneller is dan voorheen. Dan gaan we over naar de Nemesis. De Nemesis, bekend van uiteraard Messi, maar die speelt meestal op een exclusief andere kleur. Maar dan ook uiteraard bekend bij Morata en onze brechte jaren in de Jupiler Pro League. Het speciale aan de Nemesis is dat die gebaseerd is op de 360 degree agility bandage. Dus de bandage die men kent van bij de kinesist. Die goed rekt. Dus helemaal hetzelfde. Dus eigenlijk die schoen is opgemaakt uit die bandages, waardoor dat het eigenlijk het gevoel creëert dat de schoen volledig rond de voet wordt geplaatst. Dat zie je ook hier bovenaan de afwerking aan de wreef en aan de hiel. Heel belangrijk ook nog bij de Nemesis, dat ga je hier beter zien, dat is de torsion frame. Dus hier zie je de torsion grips. Hier eigenlijk te zorgen dat de zool meegaat in de creatieve snelle beweging. Als laatste hebben we de vernieuwde Coppa, die sinds kort ook in het assortiment zit van Adidas. Dit is een schoen eigenlijk voor no-nonsense spelers. Denk maar aan onze eigen Vincent Kompany, die lang op zoek was naar een goede schoen tegen zijn kwetsuur, maar is nu beland bij Adidas Coppa. Waarom? Hij is gemaakt uit een kaal lederen bovenlaag, die voor een optimaal gevoel zorgt eigenlijk. Daarnaast ook leuk meegenomen de gebreide bovenkant, achterkant aan die hiel. En ook hier helemaal tot aan de vreef, dus hij volledig over de vreef loopt. Dat er eigenlijk ook voor zorgt dat de schoen als een sok rond de voet zit. Niet heel onbelangrijk en misschien wel iets van de beste punten aan de Coppa zijn de ronde studs. Die zie je niet zo heel veel meer bij de recentere voetbalschoenen, maar de ronde stut is redelijk goed omdat die de druk van de voet eigenlijk gaat verdelen over de studs. Een grote oppervlakte verdeelt de studs, verdeelt de druk veel meer over de studs. Dus ja, als je een goede schoen wilt, comfortabel in je schoen wilt zitten, dan is de Coppa zeker iets voor jou. Zo, dit was het Cold-Blooded Pack. Ik hoop dat jullie heel wat bijgeleerd hebben. Moesten er nog vragen zijn, dan kan je reageren hieronder. En dan geven jullie zo vlug mogelijk een antwoordje. En dan zien we je bij de volgende Montreal Sport TV. Ciao, ciao.